Iets na achter vanmorgen doet de politie een inval in verschillende panden op bedrijventerrein Ravenswade in Nieuwegein. Nou, er is hier vanmorgen veel politie aanwezig, want al die panden die moesten opengemaakt worden. Uiteindelijk zijn we hier naar binnen gegaan. Vier mensen hebben aangehouden en zij worden echt wel verdacht dat zij de grootschalige hennepteelt in Nederland, maar ook in West-Europa, ja, mogelijk maken. Het gaat in Nieuwegein dus niet om een hennepkwekerij, maar om een groothandel in hennepteeltbenodigdheden. Alle artikelen die je eigenlijk hier ziet staan, die worden eigenlijk allemaal gebruikt in de hennepteelt. Van lampen tot ventilatoren tot voedingsmiddelen. Door de spullen op deze schaal aan te bieden, vormt het bedrijf een essentiële schakel in de grootschalige hennepteelt, zo luidt de verdenking. Dat kan je ook zien als onderdeel van de drugshandel. En drugshandel is groot in Nederland met allerlei negatieve consequenties. Het levert veel gevaar op, gevaar voor burgers. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat naast jou een hennepkwekerij in een woning zit met brandgevaar wat er is. Of denk maar eens even na over de volksgezondheid. Het is gewoon ongezond. En last but not least, als je kijkt naar de drugshandel, dan hebben we ook gewoon te maken met excessief geweld. Liquidaties, onderlinge ruzies, waar ook burgers tussen kunnen lopen en tussen kunnen komen. Het is gewoon een algemeen gevaar. De actie is onderdeel van de aanpak van ondermijning in Nederland. In die aanpak werkt de politie samen met verschillende overheidspartners. We zijn met elkaar als één overheid aan de ondermijning bezig. Het terugdringen van die ondermijning, daar waar onder- en bovenwereld bij elkaar komt. We zien witwasverschijnselen daarin. En het is zaak dat we dat niet alleen als politie doen, maar ook met de andere overheidspartners. Gemeentes, Belastingdienst. En denk daar bijvoorbeeld aan het feit dat je na strafrechtelijke onderzoeken, dus we vangen boeven, we zetten ze achter de tralies. Maar we willen ook panden sluiten. Daar hebben we het bestuur voor nodig. We willen afpakken. We willen mensen ridder te voet maken qua financiën. Dat kunnen wij, maar dat kan ook de Belastingdienst. Dus die samenwerking is echt nodig om ondermijning het hoofd te bieden.